Voor de laatste pot Benelink Hamal trokken we naar de Alverberg, waar Inicia Hubo Hasselt na winst vorige week op Atomics wederom een finale moest spelen met de komst van Quintus. Deze laatste wordt aanzien als de evenknie van dit Hasselt en zo hadden de Hasselaar maar één opdracht en dat was winnen. Het gaat gelijkopgaand van start en zo staat het 9-9. We spelen ondertussen 20 minuten. Quintus pakt dan het commando over en gaat richting kleedkamer met een 3-puntkloof op zak. Inicia Hubo Hasselt in de problemen. Het staat 13-16. Donderbreek of niet, de tweede periode kan moeilijk beter beginnen voor de thuisploeg, want al na 4 minuten krijgt Troy een terechte rode kaart, wat later in de wedstrijd het keerpunt zou zijn. Wat we dan te zien krijgen is het beste wat we al zagen van dit Hasselt. En langzaam maar zeker komen ze dichterbij en ze gaan erop en erover. De 23-22, we zitten halfweg. Dan gaat het licht helemaal uit bij de bezoekers en zo zien we de thuisploeg 5 minuten later de kloof vergroten naar een 3-puntenkloof met de 25-22. Hasselt speelt nu een volwassen wedstrijd en laat bij momenten Quintus alle hoeken van de Alverberg zien, zodat ze ook deze finale winnend afsluiten. 32-27. Op de komende speeldag komt kampioen Seizoensbocholt naar de Alverberg afgezakt, waar Quintus het mag opnemen tegen Hurry Up. Ik denk het laatste kwartier dat het heel rommelig werd aan onze kant. Een paar jongens toch niet helemaal fit om die wedstrijd uit te kunnen spelen. En, ik denk dat we het daarin weggeven. Ik denk dat we 3 kwartier redelijk de controle hadden. Eigenlijk de hele tijd voorgestaan hebben. Af en toe 3 verschil. 1, 2, 3 verschil. En daar was ik best tevreden over. En alleen het laatste kwartier valt dat eigenlijk als een kaart thuis in elkaar. En dan profiteert Hasselt daar optimaal van. Ja, je komt erin. Je doet wat je kan. Maar ja, dekking stond goed. Alleen je verliest in je tweede helft de snelle tegenaan. Want je ziet hun terugkomen. En het is kut. Je geeft een soort van op als team. Dus ja... Je ziet kopjes hangen en het is klaar. Ja, hoe komt dat? Ja, ik denk dat hun gewoon een sterke fase in de tweede helft spelen. Waardoor wij aanvallend vergeten. En dat wij komen niet uit, hun komen voor. En je ziet iedereen zakken. Dan is het gewoon even klaar. Dan hoop je ver start na een time-out. Maar dat, je komt te laat met die 5-1 en alles. Dus daar gaat het denk ik om. De eerste helft lagen jullie een beetje onder, maar de tweede helft helemaal niet. Nee, inderdaad. Ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met de fysiek. Op de tweede helft kunnen we goed doorduwen en pakken we eigenlijk de wedstrijd in handen. Want de eerste helft moeizamer ging en makkelijke goal die we binnenkregen. In de tweede helft niet het geval was. Een mooie overwinning vandaag, hè? Absoluut. Ik denk dat we uiteindelijk wel heel blij mogen zijn. Maar het was even wel een heel frustrerende eerste helft, denk ik. Of een heel lang heel frustrerend. Dat we denken, waarom komt het niet? Waarom zijn we de zaken niet aan het doen die we moeten doen? En uiteindelijk in de tweede helft, op een gegeven moment, ik denk rond de 40e minuut, beginnen we echt wel de zaken te doen die we... aan het trainen zijn en dan gaat het zo gemakkelijk en dan gaat het zo goed en dan denk je, wat doen we dan niet van het begin van de wedstrijd? Maar oké, dat is handbal. Ik denk dat we heel blij mogen zijn met deze overwinning. Verdiende overwinning uiteindelijk wel, dus ja, we zijn tevreden. Ja, de eerste helft was moeilijk, hè? Maar ik zeg dat jullie ook een beetje onderlagen? Ja, ik denk dat we de eerste helft wel onderlagen. Dat moet gewoon heel eerlijk zijn. Het tempo wat we zouden moeten brengen zat er niet in. Het was iets te individueel en dan komen wij in de problemen. Oké, dat hebben we wel in de rust hebben we het goed besproken. Ik denk dat we de tweede helft even goed starten. Dan maken we weer even een paar individuele acties. Dan hebben we het even weer moeilijk. Maar dan op een gegeven moment dan begint het te draaien. Onze keeper, onze tweede keeper, pakt vandaag heel super. Ik denk 8 ballen of zo op rij. En dan zijn we vertrokken. En dan ziet je ook enthousiasme bij al onze spelers, de bank, het publiek begint mee te doen en dat hebben we gewoon nodig. Iedereen moet er gewoon achter staan. Het is een project met heel veel jongeren en ik denk gewoon, iedereen moet er achter staan. Het zal af en toe moeilijk zijn. Volgende week hebben we een moeilijke wedstrijd, maar oké. Die hebben nu weer meegenomen, 2 punten erbij. We staan nu met 4-8. Voor de competitie zijn sommigen, die mogen blij zijn als ze 1 wedstrijd gaan winnen. Nu staan we met 4-8, dus dat is mooi. We zijn blij.